Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Galaxy, of nee, eigenlijk Super Mario Generation met Sander van Gaming SB, de tijd begint! Ja! Sander loopt voor. Echt? Nu weet ik wel, ja. Ik ben Hoe weet je dat? Nou, omdat dat je waarschijnlijk je vast een seconde eerder begonnen bent dan mij. Deze maar guy gaat vanuit dat ik vast. Ik ga er okay. dus. Nee, zeker niet. Ik ga er dus van. Ik ben er dus over aan het nadenken van. Wat is de slimste manier om dit aan te pakken? Want. Doe ik nu King Caliente? Of doe ik nu. De nieuwe ding die vrij is gekomen? Ja, dat moet je zelf beslissen. Ik ga je niet helpen. Oh nee, oké, leuk. Ja, sorry, maar misschien had je het nog niet door, maar dit is een versus. En misschien had je het ook nog niet door, maar ik ben fucking slecht in elke Mario game die ooit bestaan daarom, heeft. Daarom ben ik gewoon benieuwd wat jouw keuze daarin is en of wij dan gelijk lopen in. Oh nee, ik doe King Caliente. Oh ja, die doet ook. We both doing King Caliente. Nu weet ik alweer niet hoe ik daarboven kwam. Fuck. Met magische poeder. Elke keer denk ik van, yo, zo moet het? En dan vergeet ik het ook weer. Dat is super slim. Ik moet zeggen dat ik nog niet helemaal tevreden ben over de controls. Oké, okay. Ja, maar dat mag. Is dat die buis? Nee, want die buis die gaat... Ik weet dat je op dat huisje moet komen, maar hoe kom je daar? Met een magische poedering. Nou, ik heb het geprobeerd. Working not in. Is het nog niet op? Nee, weet je hoeveel ik toen heb gehaald? De vorige keer dat je het zei, sure. Trouwens, met een beetje geluk hè, krijg ik vrijdag mijn boosterbox binnen van de nieuwe TCG. Maar ik weet niet zeker, want de vorige keer kwam die ook niet op de dag van release. Ja, ik weet het ook niet. Woyo? Zit Girafarik in deze game? Echt? Ja. Nou, je loopt nu alweer voor. Tenminste de achterkant van Girafarik. Oh, Chain Chomp. Je snapt hem. You not finding it crappy? Okay. Ja, jawel. Nee, ik geloof niet zo. Nou, geloof je het lekker. Niet mijn probleem. Nou heb ik. Daar had ik toch al recht toe om het niet te geloven. Ja, nee, is niet mijn probleem. Dat jij zo. They're being onaardiging deze aflevering, Sandra. Nee, aflevering, dat is ook een Engels language. Ja, dat klopt. Oh, waarom ga ik nou weer zo slecht? Jij bent Sandring. Oh, is dit met die balletjes? Ja, het is wel met die balletjes, maar ik weet ook niet of dat de bedoeling is. Zeg maar. Bedoeling? Ja. Oh, dat is een Engels woord. Weet je dat al? Nu stop. Nu zal ik stoppen. Hey, King Caliente. Ik zie hier inktvis ringen. Oké. Woestijn, guy. Kabooming. Doding. Die Pokepummel heb je die net gekillt, Hink. Ja. Lekker bezig, Hink. Mag ook wel. Kijk, ik moet ook stoppen met het encourage van de 1. Want anders wordt Jordi boos. En dat ja, is dus met onze kijken. Oh. Nando en Jordi kijken deze serie. Ja, maar Nando vindt het mooi. Ja, dat is waar. En dan is de vraag, wie willen we? Jordi of Nando in? Nou, ik denk dat Jordi je toch wel kijkt en Nando misschien niet. Dus we gaan het toch maar doen. Ja, hearing. We got the answering. Nee, het is wel.
als we dit over een jaar teruggeven, denk ik echt van, what the fuck zijn dit voor een stel Mongolen? Ah, nee, dit moet je... Doe dit thuis niet na. Zeg maar, dat. Dit kan gevaarlijk zijn voor relaties en... Alles wat ermee te maken heeft. En je leven. Doe ik het toch weer, godver. Ja. Hoe vond je die art die Myra gemaakt had? Van ja, heel ziek. Ja, ik wist heel het ziek. Niet eens, hè. Was niet eens je wist het niet? Nee. What freaking? Dat is wel ziek. Nou, vond ik ook. Ik vond het echt vet. Honey Hive Galaxy Ying. Ja. Oké. Okay. Ja, jij hebt tenminste nog muziek in erbij. Hij ziet iets niet. Ik zal stoppen. Oh. Oh, zit ook niet in deze game. Oeh, ik ben zo'n bij. Maya? Nee, Willy. Maya is ook van thuis, noem je stop. Nee. Ja, zij heet wel Maya. Ja. Oh nee, Mara heet zij. Mara, dat was. Ah, maar ik ken ook Mara Bellacoo. Weet je wat ik ken? Magische poeder? Ja. Nee, mis nou niet dat dingetje. Sanderander. Sandermander. Wat doe je? Nee! En dan word je weer gehit door iets. Nou, vind ik niet leuk, King. Niet heel ziek, King. Nee, precies. Ook niet heel... Wat? Waar word ik nou weer door gehit? Ik werd niet eens door iets gehit. Dit was bullshitting. Ik denk wel dat je door iets geïnteresseerd werd, Sam, want anders werd je niet... Als jij dit terugkijkt, dan denk je ook van, joh, je werd door niks geïnteresseerd. Oké. Nou, dat weet ik niet. Ik zag het echt niet, in ieder geval. Is dat, denking assuming? In plaats van gender assuming? Nee. Gewoon, dat is objectief gewoon not boring. Wel een haring? Dat is een Engels ding. Haring, ja. Haring is een Engels ding, hoor. Ja. Ik ben een bij. Ja, Mario. Doe bij. Niet zo bezig. Huh? Bezig een bij, toch? Oh. Oké, die was best lollig. Weet ik ooit vaker. Dat is een leugen. Nee? Nee? Noem drie keer wanneer ik tegen jou heb gelegen. Dat jij een Pokémon Master bent? Wanneer heb ik dat gezegd? Ja, oké. Hier kom ik later op terug. Nee. Oh ja, ik weet wel drie keer dat je tegen me gelogen hebt. Nou... Toen je zei dat het een kwartier zou duren. Nou, ik denk dat dat wel drie keer is gebeurd. Dus, Dat is geen drie keer gebeurd, dat is vaker gebeurd. Ja, dat bedoel ik. Nee, maar dat telt... Nou... Au. Oh. Oh, B Mario takes fighting. Vlieg, vlieg. I being a being. Toding. Yo. Die game was nog niet eens uit, joh. Nee, ja, ik weet wat Honey Hive Kingdom is. Waarom ga je tegen me praten, Ing? Jij komt praten tegen mij? Vind ik crazy, Ing. Yo, is dat zo'n, bij paddenstoel? Maya erbij. Dat is voor als je, zeg maar... Ja, weet ik.
Dat is zeg maar voor als je... Ik weet het. Ga je je zin nog afmaken of... Ik weet niet hoe ik het... Ik wou hem gaan maken. Ik weet niet meer hoe... Met maak is het poeder. Ja, dat doe je wel vaak. Ja. Oeh, die is leuk. Loop de Loop Galaxy. Oké. You not very amused. Concentrated. Surfing 101. Met zo'n coole manta. Oh! Oké, let's going. Verslaing the buying. Doe dat maar weer. Oh, dat is niet eens de buying. Nee, dat is de buying, niet de verslaing. Nee. Oh, dat dacht ik. Jij er is wel een level dat moet. Er is een welling een leveling, maar dat moet ik. Dus, hoe is het leven verder nou? Nou prima, ik ben op een mantaatje aan het surfen. Oh, die zijn kut. Oh, dat vind ik wel even. Ja, hoe moeten we dat doen in... bij 2, aangezien jij bent zo snel. Doen. Je weet dat ik geen... Nou ja. Ja, daar moeten we nog iets op verzinnen, ja. Dat wordt echt kut. Voor mij. Oh, nee. Ja, het voordeel is wel dus dat je niet elke ster hoeft te halen. Dus dat je die levels gewoon kan overslaan eventueel. Ja, misschien wel. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel je er moet halen, zeg maar. In deze game. En al helemaal niet in 2. Ja, in 2 weet ik eigenlijk ook niet. In deze wel dan? Ja, en niet de hoeveelheid, maar ik weet wel dat daar helemaal niet zo heel veel hoeft te zijn volgens mij. Ja, weet ik niet. Ik heb toen wel geprobeerd ook de 100%, dus ik zat bij mijn vorige rond de 77, maar het zou best kunnen dat je maar 60 of zo hoeft, of misschien zelfs 50. Ik probeer Mario Games inderdaad altijd te 100%. Dus ik weet het ook nooit precies. Nou, kijk, weet je wat er bij deze game is? De main sterren, zeg maar, die je moet doen voor de main storyline, die zijn niet zo moeilijk. Maar sommige van die paarse sterren, van die comments, die zijn lastig. Yep. Die zijn echt, echt heel lastig, vind ik. Pittig lastig, man. Boomy. Eens even kijken. Oh. Is dat het? Deze level is voor Captain Toad? Leveltje? Dat wist ik niet eens meer. Nou ja, ik dacht ook dat je erbij moest verslaan. Dus. Ja, volgens mij moet je zo'n vliegende kever op een gegeven moment verslaan. Volgens mij is het ja. Misschien deze. Maar dat is niet deze, toch? Oh. Dus niet level 2, dacht ik. Oh, dat kan. Huh? Hoezo ben ik ineens hier? Oh, dan kom ik 4 sterren heb, of 5 bedoel ik. Ja. Oh, hey Mario. Mario is je naam, toch? Ja. Gozer, waarom ga je eerst mijn naam doen en dan nog vragen? Dat is je naam, toch? Meneer Jo. Ja. Ja? Ik ben zo... Oh, New Galaxy appearing. Good morning.
Loop die loop. Nou ben ik de slechte, dus dat ga ik niet doen. Zo ga je deze game spelen. Van ik ben slecht, dat kan je net zo goed stoppen. Nee. Grapje zal me niet boos worden, ik maak alleen maar grapjes. Ik weet wel weer dat je boos wordt voor niks. Ik werd erg vast boos nadat je het zei. Dat ik boos werd. Want toen dacht ik, ja, nu is het funny als ik mijn middelvinger opsteek aan de camera. Heel funny, ik moest heel erg lachen. Je hebt het niet eens gezien? Kijk nog even moet terug in. Ik heb heel erg niet lachen erin. Je hebt het nog niet eens gezien? Je was er niet eens bij, gozer. Doe even normaal. Nee, maar echt. Weet je, kijk, als jij niet normaal kan doen, kan ik het ook niet, weet je wel. En dat geeft niet. Dan gaat hij mij de schuld geven dat hij het normaal kan doen. Oh, nu gaat hij mij de schuld geven dat hij mij de schuld geeft dat ik niet normaal kan doen. You so funny guy, of niet? Jij lijkt op schimmel, want je bent een fun guy. Nou, dat is helemaal niet waar. Dat werkt. Nee, dat is gewoon niet waar. Ik ben geen schimmel. Baby. Ik ben ook geen fun guy. Dat? Ik ben wel. Nee, ik ben geen fun guy, maar wel weer een funny guy. Kijk, dat zijn van die kleine funnying guy eigenlijk, hè, zelfs. Dat zijn van die kleine. Kun je niet wall jump in deze game? Of ben ik de buur? Oh nee, oké. Okay. Allebei. Huh? Je kunt wel wall jump in deze game. You joking to me? Dat was geen joke, dat was gewoon een straight up leering. Ja, ik ben zo'n leek meneer. Ik weet alleen even niet, Sander, hoe deze de level werkt. Welk level ben je? De tweede van de Honey High. Jij ook? Ja. Help mij in freezing. Ja, ik kan me niet zelf ook. Dan wordt dit een hele lange aflevering. Ik weet niet, waar zit je vast? Nou, ik weet gewoon niet hoe ik verder kom. Ik zit hier beneden, maar ik heb niks om mee verder te gaan. Ik zit nog bij de start, zeg maar. Is het echt nog bij de start? Ja. Ik weet het ook niet dan. Hè? Oké, je hebt dus nog niks gedaan? Nee. Ja, crazy. Ja, ik kan doorlopen, zeg maar. Maar er is hier verder niks. Ik weet niet hoe ik aan de overkant kom, zeg maar. Heb je de bloemen al gevolgd? De wat? De bloemen. De bloemen. Nee. Kijk, dan gaat daar dus fout. Dat moet je wel doen. De bloemen. Ja, en dan shaking. Bij die bloemen moet je shaken. Helpt dit? Bij die blauwe bloemen. Groene? Nee, maar... Oké, misschien zeg ik het verkeerd. Bij de Tarzan. Oh, weet je dan wat ik bedoel? Bij de vines? Ja, daar. Oh, ik denk dat ik krijg een cutscene, maar nee hoor, deze guy die wil gewoon meteen straight up. Oh, die kever trouwens, dat was waarschijnlijk wel hier. My brain having it verkeerd in onhouding. Ja, maar ik ben niet bij de vines, maar daar gebeurt hier niks. Oh, ik heb hem al. Ja, ik zeg het toch goed. Nee, je moet zo'n ground pound blok gebruiken. Huh? Oh, zo heb ik dat niet gedaan. Nee. Mario, werk even mee. Mario. Kijk. Oh, I'm going wielding. Pas op, Mario. Oh. Booming. Staring. Nice in. Wat wou je daarvoor zeggen? Ik wou lekker in zeggen, want dan maak ik een nice in. Vooruit. Geloof je. Voor nu. Het is ook gewoon doorrijden. Dat weet ik nog niet, maar...
Wacht, dat is niet hoe geloven werkt. Nee. Ja, dat is de waarheid. Nou, dat denk ik niet hoor. Dat is niet geloven. Dat is niet geloven. Zo, even kijken. Wat moet ik nu doen, Ing? Volgende leveltje. Ja, heb je hem gehaald? Nee, ik ben nog niet level bezig. Ik heb presenting en staring. Maar nu wordt het dus interessant, want nu... Oh ja, ik heb gewoon een ster minder. Ah. Ik wou zeggen, nu wordt het interessant, want nu heb ik je weer ingehaald, maar dat is niet. Nee, dat is niet. Nee. Want jij hebt die kutster gedaan. Ik vond hem best wel mee verlaagd. Moet je de kever ook verslaan in dit level? Ja. Heb je dat allemaal gedaan? Ja. Ik vind helemaal niet sandering. Wacht, waarom draait die molen niet? Oh, daarom niet. Omdat je slecht bent? Nee, grappig. Wow, wat een haring zijn er. Dit is nog not waring, zou ik zeggen. Wacht, wat moet ik nu doen? Oh, je kunt de camera in deze game niet bewegen, dat ben ik helemaal vergeten. Dat een ding was. De camera. Soms in kan het wel. Oh, maar dit was niet de kevering waar ik bang voor was. Nee. Maar het is wel een kever. Dat wel. Ja, je hebt ook zo'n kever die zeg maar om zo'n boom heen vliegt. Ja, die komt in het volgende leveltje. Ik heb staring. Nog 3 minuten, dan kan ik nog wel een level. Oeh, ik moet dan sneller mee zien. Ja, dat gaat niet lukken, denk ik. Ik vind deze kever niet zo heel moeilijk, alleen met de 1 ster komt dan wel. Ja. Moet je maar met 1 ding. Ja. Oh, dit ging echt heel makkelijk. Hoeveel minuten hebben we nog? Nog 2,5. Nou, dat bepaal ik zo. Maar wel lief dat je met die optie geeft. Wat? Ik zeg I fly away en dan... Oh, ik verstond fly away. Ik heb gewoon niet geluisterd. Oh, geef mij maar weer de schuld. Oh. Ja, het is inderdaad zo dat je dat doet. Wat? Je lijkt me zo'n Paris, want jij bent zo agile. Oh nee, niet agile. Alles behalve agile. Nee. En een vuile beetje slikken. Ik snap niet wat ik jou ooit misdaan heb. Je doet fucking onaardiging. En dan snap jij niet wat jij mij misdaan hebt. Kabooming! Of moet ik... Oh ja, ik noem hem nog een keer. Zij ding. Ja. Nee, dat is zeker. Oké. Zo. Die is dood. Hij wou nog opstaan, wat losering. Hoeveel tijd hebben we nog? Misschien kan ik nog net zo'n leveltje in, ik denk. We hebben nog een minuut. Oeh, dat wordt echt speedrunning. Kom op. Ja, you got a star, I know. Ik heb hem zojuist opgepakt. Het was niet dat ik dat niet gezien had of zo, hoor. Nee. Ja, ik weet het. Kom op. 7, ik weet het. Ja, ja, doe maar. Discover the new galaxy. Oh ja, gaat dat ook nog? Luma appeert? Ja, oké. Okay. Ja, 7. Oh, dat had ik niet moeten doen. Dat kost tijding, zo. Ja, dat kost inderdaad tijd. Moet ik? Oh, kut. Nee! Oké.
Fly to this galaxy. Oké. Ik neem aan dat ik nu gewoon hoe dan ook het leveltje mag doen. Of moet ik echt in het leveltje zitten? Is het level nog niet begonnen dan? Ik druk nu op de ster, zeg maar. Je moet eerst de comet aanklikken en dan... Nu is de tijd voorbij, maar dat is goed. Ik heb nu de cutscene van, yo, dit is zo'n... Doe maar. Maar je mag game overgaan, dat is ook niet verboden. Oh, game overgaan is verboden? Oh, dan doe ik dat wel even niet vandaag. Ben ik goed in, gelukkig. Ja, ben je goed in niet game overgaan? Ik heb het toch gezien. Oké, ga maar haten. Nee, dan weet ik dat. Ik ben wel zo'n hater in. Ja, nou, dat merk ik. What the fuck gebeurt er nou allemaal weer? Ik weet niet, wat gebeurt er allemaal weer? Ja, de kat gooit denk ik shit om. Oké. Zei hij zo'n omgooiering? Ja. Shit. Nee! Nee! Wat zonde! Oh. Hoe dan? Dit. Maar jij was er wel goed in, toch? Zou je hem, oh! Wacht, telt dit? Leef je nog? Ik mag gewoon opnieuw. Wacht, hè? Volgens mij mag ik gewoon opnieuw. Maar als je dood bent gegaan, dan zouden we toch altijd stoppen? Oh nee, ik ben één leven kwijt. Misschien dan niet. Ja. Ja, maar dat deden we de vorige keer toch ook. Bij dingen zat je ook elke keer één leven kwijt. Ja, maar dan zat je niet meer in het leveltje, toch? Jawel. Of wel? Ja. Echt? Zeker. Waiting. Wacht, nee, want toen ik game over ging in dinges en ik steeds terug werd gespamd, toen was het ook allemaal goed. Weet je nog, toen hebben we super lang gewacht. Weet je dat niet meer? Oké, maar dat betekent... Huh? Ik zit even te denken, want dat betekent dus ook dat... Dan kan je hier bijna niet... echt afgaan, zeg maar. Kan ja, als je helemaal... Ja, maar dat gebeurt echt bijna nooit. Maar je bent toch met me eens dat... als je game over hebt en... Je bent nog in het leveltje. Ja, oké. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ik weet het niet zo goed. Ja, doe maar hoor. Je mag voor mij spelen, maar... Ja... Ja. Spelen maar, dat is prima. Ik heb hem nu wel gedaan, maar... Ja. Ja, maar normaal bij Galaxy, dan stond je zeg maar wel in het... de weg ernaartoe, maar je was niet echt... In het level zelf, zeg maar. Je stond bij de ingang van het level, als het ware. Mm-hmm. Dus... Wanna save game, yes. Dat mag ik wel aanvinken nog. Zeker. Maar je hebt hem nu wel gehaald, toch? Of niet? Ja. Dat was een kort level dan, of niet? Ja. Ik ben nog bezig met het level overigens, hoor. Ik heb hem nu al gekillt. Welke doe je dan? Ja, die kever. Die vliegende kever. Oh, ik kan me niet herinneren dat hij bij mij zo lang duurde. Nee, ik heb altijd moeite met de boss. Vooral altijd met de laatste stage. Ja, die ging bij mij best. Maar ik heb hem nu wel in ieder geval gehaald. Goed, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel erg weer bij de volgende aflevering van Super Mario Generations. Tot de volgende keer. Adios, amigos. Joejoe.